150 mensen mochten er mee. Zo ver, zei men, is de veiligheid gewaarborgd hier op de hertgang in Eindhoven-Groningen. Het mag niet nadenken. Het moet gewoon wedstrijden blijven winnen om in het spoor te blijven van die ploegen die straks allemaal gaan spelen om promotie naar de Eredivisie. PSV kan het makkelijk belopen. Wisselpaas blijft uit. En dus van kant tot kant spelen lukt niet echt. En dan is het alleen maar de weg terug naar deze Jurrius. Die zo bijna het meeste balbezit heeft voor Groningen. Simons. Overgenomen door Mata. Die actief is in die openingsfase. Goed gedaan door de Noor. En Schreuders. Voorzet bij Postima komt er niet. Van Bergen loopt zich vast. En Egan Riley en Nasso die dan opruimen. Dan is PSV even uit de zorgen. Van der Blaak. Simons, daar zit Hoven tussen. Nu Postema. Paas is niet goed. Ingeleverd bij Dams. Herkansing voor Hoven schiet er binnen. Uitstekend gedaan door Johan Hoven. De snelle combinatie door het centrum bij Jong PSV. En daar heeft die achterhoede geen antwoord op. Prima gedaan. En uiteindelijk de man die hem als laatste raakt, Johan Hoven. En die scoort zijn derde van het seizoen. Luciano Valente. Samen met Mata, een van de meest bedrijvige. Daar is het schot van Hoven. En daar de directie van Groningen met Gudde. Valente mag ver komen. Valente. Schreuders terug naar Valente. Op de rand staat hier Hoven, daar is hij weer. Met de binnenkant van de rechtervoet probeert hij hem richting de kruising te prikken. Postima draait goed weg. Ruimte is hier bij Mata. Buitenom komt Hoven. Mata wacht te lang, moet nu zelf. En dat doet hij. Mata, voorzet. Jansen neemt het zekere voor het onzekere. Geeft dan maar de hoekschop weg. Eerste corner voor FC Groningen. En dus is Rente samen met Peersman naar voren gekomen. Daar is de voorzet. En daar is de goal. Nee, daar is die niet. Marvin Peersman. En gepakt door doelman Schiks. Peersman. Van Bergen. Van Bergen naar Mata, Mata, Mata. Het durft niet uit te halen met rechts. In de ploeg gaat komen deze Dantaye Gilbert. Uit de ploeg gaat Tim van Heuvel. Daar is het begin van de tweede helft. In speelronde 31... tussen Jong PSV en FC Groningen. En Emir Bars met het eerste balbezit. Daar is Gilbert. Daar is Gilbert, zeg. Nou, wat een binnenkomer is dat, zeg. 18 seconden staat hij in het veld. 18 seconden. En de gelijkmaker is een feit. Tjonge, jonge, jonge. Dantaye Gilbert. De man uit Trinidad. En die scoort zomaar Pardoes, de gelijkmaker. Pelopessi heeft er veel tijd nodig. Daar is Jiménez. Jiménez bij Uneke. Uneke, Uneke. En de handen, de vuisten liever gezegd, van Jurrius. Van 0 naar 100 gaat Jong PSV. Eerste helft nauwelijks gevaarlijk geweest. Balbezit voor Simons. Daar stevige ingreep van Rente. Maar daar wordt de bal gespeeld.
ten opzichte van Nassau. Nu de diepte bij Schreuders. Mee is Postema. Schreuders zelf, wat gaat hij doen? Is in ieder geval zijn tegenstander kwijt. Joris Schreuders. Oeh, goede redding en dan... niks schiks. En vervolgens weet Postema die bal niet binnen te brengen. Daar is hij zijn man kwijt. En dan komt hij voor zijn linker. En dan via de hand en de paal van Nick Schiks. Egan Riley, Jiménez. Dit is geen goede bal. Valente, Hoven. En dit is Valente. Valente, jongen, wat doe je? En dan valt hij toch binnen. Is het toch de goal van FC Groningen. Rumi Mendes wordt gefeliciteerd. Maar het lijkt me een eigen doelpunt. Luciano Valente met zijn tweede assist van de avond. En dan loopt Jiménez die bal zelf achter zijn doelman. Emre Bas probeert de verre hoek, vindt hem niet. Maar het mag niet dat die man zomaar mag schieten bij Groningen. Emir Bas, langs alles en iedereen. Van Bergen. Met Valente. Mendes. Mendes en bijna zeg. Luciano Valente bekroont een goede wedstrijd bijna met een treffer. Johan Hoven bij Postema. Postema, goede actie nu. Postema, nog altijd. En dan Mendes in het verlengde van Postema. Turay gaat jagen. Daar zit Valente tussen. Luciano Valente. Luciano Valente. Oh. Ja, dat is een stevige overtreding van Egan Riley. En geel. Net over het doel van doelman Schiks. Bal blijft op het dak van de goal liggen. PSV. Van de Blaak. Nassau. En toch nog de vrije man gevonden bij PSV. Daar. En daar is de gelijkmaker van Jesper Hunneke. Ja, PSV roept het af op de defensie van Groningen. Unieke scoort, de gelijkmaker. En ik mag niet zeggen dat het onverdiend is. Maar Groningen nog een keer, wellicht met Schreuders. Postema. Postema, Mendes, Mendes. Schreuders, oh, wat een goede redding. En dan toch de paal. Jongen, 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 een goede redding van Schiks. Is dit het laatste wapenfeit van Jong PSV tegen FC Groningen? Daar is Peersman en die scoort hem. Oh, 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 wat een ontlading dan bij FC Groningen. Uren in de bus. Uren in de bus en daar is meteen het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter Nick Smit. Tjonge, jonge, jonge, Dick Lukien. Maar dit is echt het allerlaatste moment. Helemaal vrij. Peersman en die maakt hem af. Zijn tweede doelpunt van de competitie. Maar oh, wat is deze belangrijk, zeg.